Ja, heb je een hond die dit gedrag vertoont op kussentjes, dekbed zoals je hier ziet, knuffelberen, noem maar op. Of hij doet het op je been of benen van iemand anders. Lach dat niet weg en kijk deze video. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat veel mensen ongemakkelijk vinden. We gaan het hebben, nee, ook goed zo. We gaan het hebben over rijgedrag. Ook wel wippen genoemd of bestijgen. Ja, en dan wippen of rijden op een been van een mens, een kind, kussen, het knuffelen van de hond. Nee, Coco, Coco. Nee, dat doen we niet. Ja, dat is een mooi voorbeeld, hè? Coco die wil aan de paardenmest, van de paardenmest eten. En simpel nee is voldoende. Nee, Coco, goed zo, prima. Kijk, sneaky, hè? Zeg je dat? Hij denkt, hij loopt toch te filmen. Dan kan ik wel nog een hapje van die paardenmest nemen. Maar zo zie je hè, dat mooi werkt, het nee-commando. Tegen paardenpoep eten en ook tegen hondenpoep. Maar goed, daar hebben we al eerder video's over gemaakt. We gaan het nu dus hebben over het rijgedrag. Het bestijgen of het wippen, zo wordt het eigenlijk genoemd. Ja, ongemakkelijk. Eigenlijk doen alle honden dat, of kunnen dat wel doen. Hè? Van puppy's, reuien, teven, gecastreerde reuien. Maakt allemaal niet uit, elk type hond doet het wel. En heel veel mensen die hebben er wel een mening over. Op het moment dat jouw hond gaat rijden op een hond van een andere persoon in het bos, dan zeggen ze eigenlijk, grofweg zeggen ze twee dingen. Ze zeggen of, jeetje, die is oversext. Die is te vroeg bij. Of hij is dominant. Dat wordt ook veel gezegd. Ja, er staat over het rijgedrag, het wippen. Daar staat best wel wat artikelen staan er op internet. Maar zoals bij zoveel dingen die op internet staan, staan er artikelen over wat grote onzin is. Ja, er zijn er mensen die zeggen, joh, je moet het afstraffen en allemaal dat soort flauwekul. Er zijn ook hele goede artikelen die echt perfect omschrijven van wat dat rijgedrag nou zou kunnen veroorzaken. Het probleem is dat de oplossingen er nooit bij staan. Hè? Dus ze weten het mooi te vertellen van nou, dit is het wel en dit is het niet. Hè? En dan even ervan uitgaande dat het een website is die het goed omschreven heeft. Maar een oplossing die bieden ze niet en dat gaan we in deze video wel doen. Nou, als een van de eerste dingen wordt er vaak gezegd, jouw hond is dominant. He, dus mensen in het park die zeggen, ja, jouw hond rijdt op andere honden. Pure dominantie, hij probeert jouw hond de baas te zijn. Ik heb daar uitgebreid onderzoek gedaan, nagedaan. He, ik heb naar gekeken wat er eigenlijk gebeurt. En voordat je kan uitsluiten dat het dominantie is, zou je eerst wat meer over dominantie moeten weten bij honden. Daarover maak ik nog een keer een andere video en dat wordt een lange video, want dat is heel veel over te vertellen. Dus dat stukje dat laat ik achterwege. Ik heb heel veel honden gehad die intern, hè, dus die rijgedrag vertoonden. En ik heb heel goed opgelet van joh, wat doen die honden nou eigenlijk en welke rol vertegenwoordigen ze nou eigenlijk in relatie met andere honden. En wat er opgevallen is dat Coco heb gekke uurtje, kijk. Hey, mooi Coco. En wat er opgevallen is dat honden die onderdanig gedrag vertonen, dus heel duidelijk zichtbaar onderdanig gedrag. Dus bijvoorbeeld een andere hond laag benaderen, het backlikken van een andere hond. Ja, dat is dus een onderdanig of toegefelijke hond. Hè. Dat zijn overduidelijke signalen. Maar ook die honden die bestijgen de andere, wat dan de dominante hond zou moeten zijn. En ja, in dat plaatje kan ik dus niet rijmen dat het bestijgen of het rijgedrag ook maar iets met dominantie te maken zou hebben. Misschien dat ooit nog eens echt een onderzoek gedaan wordt. Dit zijn enkel mijn eigen bevindingen. Maar als je het mij vraagt, heeft het helemaal niets te maken met dominantie. Dus dominantie kunnen we wat mij betreft uitsluiten. En dan blijft het eigenlijk het tweede punt over wat mensen heel vaak roepen. En dat is dat je hond oversext zou zijn. Ja, dat is een vreemde uitspraak. Want
Het rijgedrag wordt gedaan door puppy's al. Reutjes, teefjes, jonge honden, oude honden, gecastreerde reuien, teven. Maakt eigenlijk allemaal niets uit. Elke hond die zou dat gedrag kunnen laten zien. En daarmee denk ik dat dat niks te maken heeft met seksualiteit. Dan moet ik er wel bij zeggen dat, want heel veel mensen roepen van nou, als het een reu betreft, van nou laat ik hem castreren en dan is het voorbij. Nou nee, dat is niet voorbij. Maar het schijnt zo te zijn dat er wel een lichte daling kan zijn in het rijgedrag. Het zou met hormonen te maken kunnen hebben. Omdat, nou ja, waar ik zo direct op kom, is dat rijgedrag met opwinding een stukje hormonen te maken zou kunnen hebben. En dan zou dat castreren, dat zou dan inderdaad een klein beetje kunnen helpen. Maar denk nou niet van ik heb een reu en ik laat hem castreren en het rijgedrag is afgelopen. Want dat gaat echt niet gebeuren. Rijgedrag ontstaat of komt voort uit stress, overprikkeling, oververmoeidheid en opwinding. En met opwinding bedoel ik dan niet seksuele opwinding, maar dan heb ik het over opwinding in het spel. Wat ik gezien heb bij honden die ik intern heb gehad met rijgedrag, is dat het voornamelijk drukke honden zijn. Honden die heel druk spelen met andere honden. Die vertonen vaker rijgedrag dan de wat rustige, stabiele honden. En dat bevestigt eigenlijk ook weer dat het ook met stress te maken heeft. Een smal paardje hier ook. Huh? En het lijkt dus op dat het rijgedrag de hond een fijn gevoel geeft. En dan ook weer niet seksueel. Maar dat het door het rijgedrag dat ze meer in hun rust komen. En dat ze daarom andere honden gaan bestijgen. Maar we gaan de oorzaken gaan eens langs. Ja, laten we beginnen bij de oorzaak stress. Ik denk dat dat de meest voorkomende situatie is dat honden gaan rijden. Rijgedrag vertonen. Ga wippen op je been bijvoorbeeld. Op het trainingsveld heb ik het regelmatig gezien. Vooral vroeger, tegenwoordig wordt er gelukkig op een positieve manier getraind bij de meeste verenigingen. Het gebeurt nog steeds dat het niet positief is, maar dat ze nog steeds met stroombanden en prikkers en dat soort dingen werken. Maar de meeste mensen die zijn wakker geworden en die trainen positief. Maar voornamelijk vroeger zag je dan dat de hond op de been van de geleider, dus van de eigenaar, ging rijden, wippen. Ja, en dat is pure stress. Een hond die wordt onder druk gezet met de meest vreselijke manieren van africhten. En ja, die snapt het allemaal niet meer, die schiet in de stress en die gaat rijgedrag vertonen. En vaak kregen dat soort honden dan nog een schop, hè, van je moet ophouden. Maar dat wordt alleen maar erger, want de stress wordt hoger. Dus gaat hij meer rijgedrag vertonen, want hij wil van het vervelende stressgevoel af. Ik heb zelf ooit een hond gehad die dat tijdens pakwerk deed. Die vond dat dus kennelijk geen leuk spelletje. Pakwerk is ook best wel een heftig spelletje. En niet elke hond is daar geschikt voor. En dat teefje, die was ik aan het africhten. Ik had al een VZA-examen had ik al gedaan. Dus ik ging naar IGP werken. En wat gebeurt er? Op het moment dat ik hem naar de pakwerker stuur, de pakwerker was een grote man. Die staat daar met zijn stok in zijn hand en een pak aan. Ja, dat is best wel indrukwekkend. En die teef die ging op een gegeven moment, nee dat doen we niet Coco. Goed zo, dat is braaf. Die pakwerker, die hond die ging op een gegeven moment op het been van de pakwerker rijden. Ja, en dat werd eigenlijk alleen maar erger. Dus hoe verder we kwamen in de trainingen, hoe meer die dat gedrag ging vertonen. Totdat die hond op een gegeven moment, dan stuurde ik hem op de pakwerker af. En dan ging die, nog voordat hij die pakwerker beet, ging die in de lucht, ging die rijbewegingen maken. Wipbewegingen. Gewoon in de lucht. Toen ben ik mee gestopt. Ik denk, die hond die vindt dat niet fijn. Die heeft daar te veel stress van. En die gaat daarom... Ik moet even kijken, ik ook, of er geen mensen aankomen.
Zo ja. En die gaat daarom rijgedrag vertonen en dat wil ik niet. Ik wil die hond niet pesten. Dus ik ben met die hond ben ik gestopt. Maar ja, dat is dus overduidelijk hè, dat je dan te maken hebt met een hond die te veel spanning ervaart, in de stress schiet en dan gewoon tijdens het pakwerk gewoon dat rijgedrag vertoont. Ja, en dan moet je stoppen. Dan moet je gewoon ermee ophouden. Dan moet je gewoon eerlijk zijn tegen die hond. In het geval van stress, hè, dat de oorzaak is waarom jouw hond rijgedrag vertoont, dan zal je hond over het algemeen hetgene wat die stress veroorzaakt gaan bestijgen. Ja, en dat hoeft dan natuurlijk niet te pakwerken te zijn, maar dat kan ook zijn op het moment dat de hond het spannend vindt als de visite komt, dan kan die op de visite gaan rijden, hè, de visite bestijgen. En als er de spelende kinderen zijn, gaat hij op die kinderen rijden, nou, et cetera, et cetera. En zelfs op jou kan hij gaan rijden. Ga dat niet bestraffen. We komen later terug van wat je het beste kan doen. Maar bestraffen heeft niet zo heel veel zin. Maar dat is Baar Coco. Goed zo. Zo, hè. Zo, kom maar. Dus niet bestraffen. Ja, dus bij stress zal je hond het over het algemeen direct laten zien en ook hetgene gaan bestijgen wat stress veroorzaakt. Dan gaan we het hebben over vermoeidheid en overprikkeling. Op het moment dat je hond bestijgt door vermoeidheid of overprikkeling, zal hij dat vrijwel nooit direct uiten. Dus dan zou hij ook niet op hetgene gaan rijden wat die vermoeidheid veroorzaakt, omdat dat ja, soms niet één ding is hè, wat het veroorzaakt. En dan krijg je vaak een hond die pas later bijvoorbeeld op zijn kussen gaat rijden. He, dus, en dat kan zijn als alles weer rustig is. En dan zeggen mensen ook, ja, mijn hond is helemaal niet oververmoeid. Want toen hij dat ging doen, was hij helemaal niet druk of overprikkeld. Nee, dat kan wel, maar dat kan hij in de loop van die dag kan hij dat opgebouwd hebben. En dan komt het bijvoorbeeld 's avonds, als je voor de televisie zit, dan gaat hij naar zijn bench, pakt hij zijn benchkussen en dan gaat hij op zijn benchkussen wippen. Bijna in alle gevallen is dat oververmoeidheid, overprikkeling. Dus dan moet je je hond meer rust geven. Hè? Dan is die, dan is de oplossing ook vrij makkelijk. Dus dan moet je dat proberen. En dan zal ik al gelijk een tip geven. Ik heb al meerdere malen meegemaakt dat na lang observeren en goed bijhouden van op welke momenten, op welke dagen een hond rijgedrag vertoonde. En daar is meerdere malen uitgekomen dat dat op woensdagmiddag was. Kinderen die zijn vrij van school, nemen vriendjes, vriendinnetjes mee. Het is een drukte van belang. Er is niks aan de hand. Hondje speelt gewoon mee met de kinderen. Gaat allemaal goed. En vervolgens zit je s'avonds televisie te kijken of te eten. Alles is weer rustig in huis. En dan gaat je hond rijden op van alles en nog wat. Ik had er een en die besteeg de tafel bijvoorbeeld van de mensen. En dan moet hij gewoon de spanning van die dag moet hij kwijt. En dat doet hij dus middels het rijgedrag. Want dan wordt hij rustig van. Geeft hem een goed gevoel in ieder geval. Nou, als laatste hebben we dan rijgedrag door opwinding. En dan geen seksuele opwinding, maar opwinding door spel. Je ziet dat vrij vaak. Vooral als je op een plek bent, een drukke plek waar veel honden rennen, vliegen door elkaar, ze spelen. Het gaat allemaal goed. En een van de honden die gaat ineens hinderlijk rijgedrag vertonen. Vaak zelfs op meerdere honden. Het maakt eigenlijk niet uit op kleine of op grote honden. Ja, dat is rijgedrag door opwinding en dat komt vrij veel voor. Ja, voordat je nou weet wat je daaraan moet doen, wat je daaraan kan doen, dan is het eerst handig om te weten van hoe het nou eigenlijk ontstaat bij jouw hond. Zoals je nu hebt gehoord, het heeft niet één specifieke reden, het kunnen meerdere redenen zijn. Dus dan zal eerst erachter moeten komen, wat is nou de reden dat mijn hond rijgedrag vertoont? Ja, en ik adviseer altijd om een dagboek bij te houden. En exact te noteren wat er gebeurt die dag. He, wat ik net al zei, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Hè? Als de kinderen vrij geweest zijn van school op woensdagmiddag. Maar er zijn ook kleinere dingen waar je misschien niet aan denkt. Die wel van belang kunnen zijn om erachter te komen waarom jouw hond rijgedrag vertoont. Dus hou heel duidelijk een dagboek bij.
En noteer heel goed wat er gebeurd is op het moment dat de hond rijgedrag vertoont. Hè. Wat is er die dag allemaal gebeurd? Ja, voordat nou mijn mailbox gaat overstromen van mensen die reuën hebben en die rijgedrag vertonen op een kussentje. En zeker weten dat die hond dat een prettig gevoel vindt, dus wel iets seksueels. Het volgende. Het kan wel dat het seksuele zich gaat ontwikkelen. Maar zo ontstaat het niet. Hè? Dus een hond die denkt niet van joh, ik pak een kussen en ik ga daarop rijden en dat geeft mij een prettig gevoel, een prettig seksueel gevoel. Wat wel kan gebeuren is, een hondje heeft stress, daardoor gaat hij rijden, hè, of hij is oververmoeid, overprikkeld, daarvoor gaat hij rijden op een kussentje of op een knuffel. En vervolgens komt hij bij toeval erachter dat dat een prettig gevoel geeft. En dan hebben we het over aangeleerd seksueel rijgedrag. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk, hè, want op het moment dat ze dat één keer weten en meegemaakt hebben, ja, dan gaat hij dat herhalen. Dus je moet zorgen dat je dat voor bent. Dus op het moment dat je een hond hebt die rijgedrag vertoont, ja, dan is het sowieso handig om daar echt, ten eerste dus die oorzaak, hè, met het dagboek, hè, kan je erachter komen, om die uit te vogelen. En als je die uitgevogeld hebt, kan je aan oplossingen gaan werken. En dan voorkom je dus dat je een hond krijgt die het wel als seksueel gaat ervaren. Ja, het zou dus op een gegeven moment aangeleerd seksueel gedrag kunnen zijn. Gebeurt niet vaak, maar het kan dus wel. En wat het ook zou kunnen zijn, is dat het een aangeleerd aandachtvraag is. Ja, dit zal ik even uitleggen. Op het moment dat er visite komt, dan schiet die hond in de stress van de visite. Hè? Dat kan. En daarom besluit die hond om op de visite te gaan rijden. Maar op het moment dat je visite hebt en je bent in de weer met de visite, dus je bent aan het praten met de visite en je negeert die hond. En die hond die loopt naar het been van de visite toe en die gaat op het been zitten rijden. Dan krijgt die hond ineens aandacht van jou. En negatieve aandacht is ook aandacht. Dus een hond ervaart dat als aandacht. En die kan, om die reden kan hij dat gedrag razendsnel gaan ontwikkelen. Dat hij denkt van hé, er komen mensen, ze zitten te praten, ze negeren mij. Wat ik ook doe. Ik heb geleerd dat op het moment dat ik op het been van de visite ga rijden, dat ik aandacht krijg. Ja, dat kan zich ontwikkelen en dat moet je niet onderschatten, want dat gaat heel snel. Dat heeft maar een paar keer nodig en dan heeft dat hondje erdoor. Dus dat moet je echt voor zijn. Nou, hartstikke mooi hè, al die theorie van wat het oorzaak kunnen zijn en wat het in mijn optiek niet is. Maar oplossingen, want dat is eigenlijk hetgeen waar het om gaat. Ja, in geval van het voorbeeld net hè, met de visite. Straffen werkt niet. Dat moet je niet doen. Er wordt alleen maar erger van. Laat je hond kluiven. Goede natuurlijke koude snacks. Die kunnen ervoor helpen dat je hond de stress kwijtraakt. Sterker nog, door het kluiven maakt de hond een stofje aan. En endorfine, dat is een gelukshormoon. Dus laat je hond kluiven. Dat is eigenlijk de eerste tip die ik je mee kan geven. Dat is een goed alternatief. Daarvoor heeft die hond ook geen reden meer om op het been van de visite op te gaan zoeken. Ja, dus dat zou ik sowieso proberen. Dat zou ik sowieso doen bij alle honden en zeker honden die rijgedrag vertonen. Ja, dus op het moment dat je te maken hebt met overprikkeling, dan laat je je hond lekker kluiven. Nou ja, bij opwinding door spel, dan... het lijkt me duidelijk, hè? Dan moet je hem minder lang in dat spel laten, zodat hij daar, dat hij niet zo hoog komt in de opwinding, waardoor hij geen rijgedrag meer gaat vertonen. En als laatste hebben we stress en dat is eigenlijk de meest lastige. En een hond die veel stress ervaart en daardoor gaat bestijgen, die geven wij No Fear Oil en dat is 100% natuurlijk middel. En dat verdooft of gesust je hond niet, maar dan komt je hond meer tot rust. Het is geen wondermiddel, het is een ondersteuning. Dus je zou altijd moeten zorgen dat je op een andere manier de stress zoveel mogelijk weghaalt bij je hond. Maar geloof me, die No Fear Oil die kan echt, ja, hoe zeg je dat, de scherpe randjes ervan afhalen.
Dus daar hebben we hele goede ervaringen mee. Dat zijn eigenlijk de dingen die je aan rijgedrag kan doen. Nou, hopen weer dat je er een hoop van geleerd hebt. En wat het in ieder geval niet is. En dat je nu zelf kan ontdekken wat het wel is, hè, wat de oorzaak is. En wat je eraan kan doen. Veel succes ermee. Zo, en dan moet ik nog zien dat ik weer, weer terugkom. Ik ben op onbekend terrein. En ik heb geen idee waar ik loop. Dus ik ga op mijn gevoel maar weer de richting uit waar ik vandaan gekomen ben. Maar kijk eens, super mooi hè, die herfstkleuren allemaal. Ja, in Hardenberg, misschien dat ik daar van de week nog een video over maak. Daar, dit is trouwens ook in Hardenberg, maar dat is aan de andere kant van de weg. Maar in Hardenberg, dan blazen ze de paden in het bos. Ja, ik weet niet of ze dat op andere plekken ook doen, maar ik wist niet wat ik zag. Ik denk, wat is dat voor onzin om de blaadjes van het pad af te blazen in het bos. Nederland is volgens mij het enige land die blad blaast in midden in het bos. En dan niet een buitenpad, maar gewoon het hele bos. Heel bijzonder. Nou, kook, gaan we kijken of we weer thuis kunnen komen. Kom maar. Hè? Mooi, hè? Ja. Zo.